Van de Werk over de verlenging van het ouderschapsverlof. Excuseer, voorzitter. Geen probleem. Dank u. Mevrouw de minister, collega's, Europa legt ons op, en daar hebben we geen bezwaar tegen voor alle duidelijkheid, dat het ouderschapsverlof van 3 maanden naar 4 maanden wordt gebracht. Regeling moet gelden, ook dat lijkt heel terecht, voor alle werknemers, ongeacht het soort arbeidsovereenkomst waaronder zij vallen. Deze Europese richtlijn had op 8 maart omgezet moeten zijn. Als we de media geloven, dan stellen we vast dat de minister een voorstel heeft uitgewerkt dat ook morgen op de regering zal besproken worden, waarover toch wel wat onduidelijkheid en ook wat oneenigheid bestaat, en dan vooral met name de wijze waarop de betaling daar voor die 4e maand zal gebeuren. De Nationale Arbeidsraad, waarin dan toch alle sociale actoren zitten, zowel de vakbonden als de werkgevers, die hadden geadviseerd om de uitbreiding van het ouderschapsverlof te combineren of te koppelen in elk geval aan het dan inperken van het tijdkrediet met 1 maand. Leek ons een logische koppeling op een ogenblik dat toch ook heel wat bedrijven het economisch heel moeilijk hebben, en dan zeker in kleinere KMO's is het niet zo eenvoudig om een extra maand afwezigheid, nog eens, met dat principe hebben we geen probleem, maar om die op te vangen. Dus een modaliteit daar, waar dan aan de kant van het tijdkrediet wat ingeperkt werd, leek ons zeker te verdedigen. Blijkt dat de minister, volgens de plannen zoals wij die nu kennen, dat advies van de Nationale Arbeidsraad niet volgt. Wij hadden graag vernomen wat daar de motieven van zijn en of de minister al dan niet overweegt om alsnog het advies van de Nationale Arbeidsraad op te volgen in deze. Dank u. Dank u, meneer De Bruyne. Het woord is aan mevrouw de minister. Mevrouw de voorzitter, beste collega's. Op 2 maart is in de schoot van de NAR een ontwerp van advies ontwikkeld dat erop neerkomt dat de 4e maand ouderschapsverlof ook zal vergoed worden. Wat op zich goed is, denk ik. Maar de opgenomen periodes zouden proportioneel toegerekend worden op het gemotiveerd tijdskrediet, die ongeveer 3 jaar is. En die je kunt ook krijgen, een motivatie kan zijn kinderen. Ik denk dat we dit voorstel moeilijk integraal kunnen overnemen omwille van budgettaire en juridische redenen. Volgens ramingen zou dit op korte termijn een structurele meerkost van 39 miljoen euro per jaar zijn en een latente kost van 160 tot 230 miljoen euro voor ouders die in het verleden hun 3 maanden hebben opgenomen en waarvan het kind nog geen 12 jaar is. En deze kost zou slechts op termijn en partieel kunnen verrekend worden op het gemotiveerd tijdskrediet. Maar, en dat is het belangrijker, er zijn een aantal juridische bezwaren. De belangrijkste daarbij is dat overweging 5 van de EU-richtlijn stelt dat ouders omwille van de opname van het ouderschapsverlof niet mogen benadeeld worden in andere sociale voorzieningen. Concreet zou het voorstel van de NAR tot gevolg hebben dat werknemers die gebruik maken van ouderschapsverlof hiervoor of hierdoor gekort worden op hun recht op gemotiveerd tijdskrediet, dat naast zorg voor kinderen ook geldt voor opleiding, bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid en het verstrekken van palliatieve zorg. En om die reden denk ik dat het voorstel van de NAR niet zonder meer kan overgenomen worden. Nu heel concreet rond de bekommernissen van Unizo en een aantal werkgeversorganisaties vooral. Rond in kleine bedrijven kunnen niet zomaar mensen verlof geven. In het kader van de uitvoering van het regeerakkoord zijn er al een aantal zware beslissingen genomen waardoor tijdskrediet in veel gevallen al serieus teruggeschroefd wordt. Dat die organisaties dat altijd nog niet zo goed doorhebben, komt omdat we een aantal beslissingen inderdaad zeer snel hebben genomen en dat men blijkbaar daar nog niet genoeg rekening mee houdt. Dank u, mevrouw de minister. Meneer De Bruyne. Nee, geen repliek. Het incident is gesloten. Wat de 3 eerste vragen betreft, collega's, de vraag van meneer Van Loor, van mevrouw Maas en meneer Laarmans. De ministers Miliquet en Reinders zijn in de Kamer gevorderd voor het ogenblik. Dus ik stel voor dat we het
het punt 2 van onze agenda aansnijden, niet onderbreken zoals afgesproken hadden in het bureau en deze vragen dan later in de namiddag aan bod laten komen. Of vanavond, ja natuurlijk, de namiddag is nog langer. Of vanavond, we zullen dus na het debat over het punt 1 en 2 en 3. Oké, dan zou ik nu dus het debat willen openen of het punt willen aansnijden aan het wet van herziening van artikel 195 van de grondwet. Sorry mevrouw Romans, u wou iets vragen.